luxe bus. Mag ik met jou mee? Hier? Ja. Stap jij vast in? Ja. Dit is Yvonne. Wij mogen vandaag met... Hallo, ik ben Yvonne. Dat is Yvonne. Stap lekker in. Ja. Wij mogen vandaag met Yvonne mee en we hebben haar net opgehaald bij de dagbesteding van de boog. We haalden je op net bij de boog. Ja. Dat is geen normale werkplek. Voor nu voor mij wel. Ja, wat is het voor een plek, de boog? Voor mensen die net als ik een beperking hebben. Ja. Ik heb een hersenbloeding gehad. Je ziet zo op het eerste gezicht. Nee, maar kijk, verlamd. Deze kant. Ja. Ja. Wat is er gebeurd? Ik heb de badkamer schoongemaakt thuis. Ja. Nou, eigenlijk daarvoor. Mijn moeder is overleden, 7 april. Van vorig jaar, 2016. Ja. Dus nu 2 jaar geleden. Ja. Ja. 2015, ja. En toen? En heb ik de badkamer schoongemaakt en ben ik gevallen. En niemand was thuis. Oh. Dus ik wilde nog een keer opstaan. Toen viel ik nog een keer. Ik dacht, ik ben gewoon moe. Ja. Ik ga nog maar een keer opstaan. Maar ja, dat ging ook niet. Een kruipend aan de goede kant deed het wel. Eén kant deed het wel? Ja, één kant deed het wel. Ben ik naar mijn bed gegaan. Ja. Ik dacht, ik ben gewoon moe. Ik moet slapen. Ja, dus je hebt geen dokter gebeld? Nee. Eigenlijk 24 uur later. Dus jezelf naar een bed gesleept? Ja. Ben je in slaap gevallen? Ja. Niks gemerkt aan jezelf dat je dacht, is het eigenlijk anders dan anders? Nee, maar mijn kinderen kwamen. Van, mama, ga je nog koken? Ja. Dus ik deed zo van, nee, zoiets. Maar ik deed wel, deze deed het. En dan vonden ze niet raar dat je dat deed? Nee, dat gebeurt wel eens meer. Oh ja. Ja. Dat is iets vonden. Ja, dus die heb je ook gewoon laten liggen? Ja. Ja. Kon je praten? Nee, weet ik niet meer eigenlijk. Nee. Ja, dat is alweer 2 jaar geleden. Ja. Had je pijn? Nee. En toen kwam je bij de dokter en toen? Zei de dokter van, we gaan een ambulance bellen. Zegt hij van, ga maar met je billen naar beneden. Ik zeg, ga ik niet doen. Hij zei, ja, maar ik kom niet met mijn branca naar boven. Het was een beetje smal bij mij. Nee, ja. Hoe ben je uiteindelijk naar beneden gegaan? Mijn billen. En wel nee blijven roepen. Ja, gewoon. Ik ben eigenwijs. Ja. Ja. Heb je zelf ooit op dat moment gedacht, misschien heb ik wel een hersenbloeding gekregen? Nee. Hoe was het na die 5 weken ziekenhuis om weer thuis te komen? Ja, ik kwam niet thuis. Ik ging naar de hoofdstraat. Ja. Ja. En wat ging je daar doen? Revideren. Ja. Was het wel zwaar? Verdrietig, ja. Ja. Waar was je het verdrietigst over? Dat ik verlamd ben. Wat mis je? Ik mis... gewoon gezellig hard kunnen lopen en dat lukt dan niet. En lekker uitgaan. Ja, maar dat doe ik eigenlijk nog wel. Je doet het wel ja, gewoon? Ja, ik doe het wel. Ja, ik ben eigenwijs. mijn broers zeggen altijd van, eigenwijs. Ja. Maar eigenwijs kan ook heel erg helpen, hè, in dit soort situaties. Ja. Toen je in de Hoogstraat kwam, kon je toen lopen zoals je nu loopt? Nee, houten klaas. Nee, echt niet. Nee. Wat heb je allemaal moeten doen om dit weer te bereiken? Doorzetten. Van verdomme, ik wil eruit uit mijn rolstoel. Zat je in een rolstoel? Ja, ik stond in een rolstoel. Ik kon helemaal niks. Nee. Terecht denk ik, word ik wel verdrietig. Dat snap ik. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ja, goed. Ik ben er wel uit. Maar veel mensen lukt dat ook niet, hoor. Eruit te gaan. Vind je het lastig bijvoorbeeld dat je niet meer werkt? Nou, nee, eigenlijk niet. Je zegt het op een toon, nou, dat mis ik niet, hoor. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, nu zit ik bij de boog ook. Ja. Begin
vond ik het wel heel erg. Toen ik thuis zat. Ja. Al die muren kwamen op me af. Ja. Ik werd echt gek. Ik wilde eigenlijk uit het leven stappen. Was je er zo verdrietig onder? Zo ja. Depressief? Ja. En hoe ben je weer opgekrabbeld? Toen ik kinderen heb, dat ik zei van verdomme, ik wil eruit. Ik wil mezelf gewoon laten zien van ik kan het. Ja. Hey, en de boog, hoe is het om daar te zijn? Ja, begin moest ik wel wennen. Maar nu vind ik het heel erg leuk. Waar moest je aan wennen? Andere mensen. Gewoon, ja. Moest je wennen aan dat je iedere dag tussen mensen met een beperking zat? Ja. 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 Maar toen dacht ik ook van, ja, eigenlijk valt het met mij wel mee. Ja. 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 Irene, ja. Jij bent van de boog. En klopt. Yvonne die zegt net, ik moest wel wennen in het begin. Ja. Zie je dat vaker? Ja, dat zie ik vaker. Nieuwe cliënten die komen bij ons binnen echt zo van, jeetje, wat is dit hier? En komen natuurlijk allerlei verschillende soorten cliënten tegen. Het is een nieuw terrein voor ze, alles is nieuw. Dus ja, uiteraard is dat wel heel erg wennen voor ze. Ja. Ja. Wat zijn jullie? Wij zijn een dagbesteding. Hè. Mensen komen met een, komen eigenlijk voor een zinvolle dagbesteding. Dus ja. Kunnen diverse activiteiten kunnen ze bij ons doen. Keramiek, gespreksgroep, computeren, kookactiviteit, wat erg in trek is natuurlijk. Eigenlijk heel divers. Ja. En heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende beperkingen. Ja, klopt. Ja. Ja. Rij je vaak met René? Ja, gezellig. Gezellige man. Ja. Ja. Ja, want hoe zit dat? Hebben jullie vaste chauffeurs iedere dag? Nee. Je weet nooit wie je krijgt. Je moet wel wachten bij wie je moet stappen. Maar hij ziet er mooi uit, hoor. Ja. Hij strak in het pak. Is het altijd zo? Ja. Bijzonder beroep heb jij. Heel bijzonder, ja. Want jij rijdt iedereen in principe, maar ook regelmatig mensen met een beperking. Ook. Eigenlijk alle doelgroepen. Ja. Wat maakt het leuk? Ja, je betekent wat voor mensen. Soms een luisterend oor, anderzijds gewoon een keer gewoon een goed gesprek. Lachen met elkaar. En soms ook geen gesprek. Gewoon even stilte in de taxi of in de bus. Dus ook al rijden, dezelfde ritten. Elke rit is toch weer net anders. Was dat lastig soms voor jezelf om dat je voor de geest te houden? Van ik beweeg me wel anders en ik doe misschien wel anders, maar ik ben nog steeds dezelfde. Ja, ja, voor buitenstaanders is dat wel zo. Ja. Die kwam er echt, die gingen dan bij mij in de kroeg zitten en zeiden ze van, wat heb je? Dan vertel ik van, ja, ik heb een verlamming. Ja. Oh, voel je dit? Gewoon wildvreemden? Ja. Ach, man. Ah, dat kon al een blauw oog slaan, maar dat deed me niet. En met de liefde, is dat lastiger geworden? Ja. Ja. Vind jij het lastiger of vindt die ander het lastiger? Ah, ik denk ik. Ja. Waarom? Toch verlamd ben. Dan toch. Nou, ik hoop nog een leuke man tegen te komen. Ja. Ja, die er doorheen kan kijken. Ja. Hoop ik ook voor je. Ja, dankjewel. Lekker naar huis. Ja, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, hele fijne middag en avond toegewenst. Ja, dat gaat wel lukken. Dankjewel, Yvonne. Ja, dankjewel. Fijne avond. Dankjewel voor alles. Dankjewel voor de rit. Dankjewel. Doeg. Doei. Doei.